Even liggen, even proef liggen. Ik heb als kind altijd gedacht dat ik nooit ouder zou worden dan 52. Waar dat vandaan komt, weet ik niet. Ik word in maart 52 en toen dacht ik, ja, wat niet dat ik heel erg mee bezig ben, maar toch. Het gaat natuurlijk ook om wat je achterlaat. Niet alleen wat je achterlaat aan familie, maar ook wat heb je nou gedaan in je leven en moet je misschien nog dingen doen. Ik was gevraagd voor het NTR-programma Dr. Corrie. Dat wordt op schooltelevisie uitgezonden. Nou, mijn jongste zoon die werd gek, die is 11. Die zei, nee, je gaat niet naar Dr. Corrie. Ik zei, nou, dat is toch leuk, bekende Nederlands gaan. Jij gaat helemaal niks uit in mijn klas vertellen over seks. Ik zei, nou, dat bepaal ik zelf. Hij zei, als jij naar Dr. Corrie gaat, dan wil ik naar Spoorloos. Dan wilde echt een soort huis hebben. Dat je thuis kwam bij mij, omdat ik dacht, als ik dan overlijd, ga ik liever dood op een bank dan in een vreemde plek. Het voorvocht werd steeds meer en steeds meer. En de eikels klopten als kleine houthakkertjes in zichzelf. Een grote eik hadden we schat. Je moet zorgen dat het deeg nooit een nat wordt, hè. 1 miljoen bedankjes in het mooie leven. 1 miljoen cadeautjes wil ik aan jou geven. En miljoenen malen dat de sterren voor ons stralen. 1 miljoen keer zeg ik dat ik hou van jou. En ja, ik merk wel dat je al zo snel, dat alles als een lekkere jas voelt. Het is niks leuks dat mensen het huis uitgaan en naar je toe willen om te kijken wat je hebt gedaan. En miljoenen malen dat de sterren voor ons stralen. 1 miljoen keer zeg ik dat ik hou van jou.